We zaten hier met een aantal gidsen van het CHC, het Cultuurhistorisch Centrum, bij elkaar. En we hadden het over de bijzondere gevelsteen die er aan een van de gevels van zo'n oude bakkerij hier in Vollenhoven hing. En langzamerhand zo bijpratend kwamen we erachter dat er zo verschrikkelijk veel bakkertjes tegelijkertijd in Vollenhoven waren. Dat waarom eigenlijk? Wat is het verhaal daarachter? Nou, we gaan door, op de 50 vierkante meter drie bakkers aan. Ja, het is wat. Ja. Hij dat nu bij Appie Lasker kwam, ging naar Post, dan komt zo'n Doesburg. Ja, dat klopt, ja. Het was gewoon door 14, naar drie bakkers. Direct bij elkaar. Bij elkaar. Ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. Wat we tegenkwamen, dat was op de eerste plaats dat er heel veel mensen en bakkerijen dus alweer vergeten waren. Maar naarmate je verder ging speuren, er ook enthousiasme uit de bevolking kwam van, oh ja, dat was die bakker en die zat daar. En heel belangrijk was te ontdekken dat met name de Noordoostpolder hier enerzijds een enorme push heeft gegeven aan het aantal bakkers dat tegelijkertijd vanuit Vollenhoven werkzaam was. Maar ook dat de Noordoostpolder ervoor zorgde, omdat er daar vergunningen werden uitgegeven door de autoriteiten in de Noordoostpolder, dat het ook weer de neergang van de bakkers hier in Vollenhoven betekende. Dit is het eerste pand waarvan bekend was dat het een bakkerij was. Het heeft een geschiedenis al van voordat het pand gebouwd was. Toen zat er al een bakker in. En in een grote brand die aan dit plein woedde, is het pand verloren gegaan. Maar het is een bakkerij gebleven tot tenminste ongeveer 1750. Vroeger waren er gewoon over 10 bakkers. En nu zijn we als enige bakker zijn we hier overgebleven in Vollenhoven. Maar vroeger was het zeg maar heel dun. De spoel was heel dun voor de bakkers. Dus wel, als ze bakker zijn hier in Vollenhoven, zeg maar gewoon allemaal een bijbaantje erbij, zeg maar. De een had koeien, de ander had varkens. Zo was het inderdaad vroeger, want het brood bestaat anders niet. En nu later hebben we hier in 1960 begonnen. Nou, en nou is dat op het ogenblik is hartstikke leuk en wakker te wezen. En vooral alleen nog in de stad Vollenhoven. Ja, hier in de Kerkstraat had je notabene op een afstand van 50 meter van elkaar tegelijkertijd drie bakkers zitten. Dit was een heel klein bakkertje die ook wel ham- en spandiensten verleende aan de bakker die daar op de hoek zat. En dan iets verderop hadden we dan de bakkerij van Hendrik Jaap van Doesburg. Dat is ook een van de oudste bakkerijen uit Vollenhoven. Er zitten hier drie bakkerijen eigenlijk binnen 50 meter binnen 50 van elkaar. Meter van elkaar zaten drie bakkerijen. Hier zat die van Appie Lasker. Hier zat de bakker Post. Het pand is helemaal weg. Maar dit was de bakkerij. Een hele bekende en populaire bakker in Vollenhoven. En daar hebben we het pand. Dat is echt een historisch pand. Het is ook Rijksmonument uit 1669 met de historische winkelinrichting die dus bewaard is gebleven en nu snoepwinkeltje is geworden. Persoonlijk ben ik al jaren op zoek naar alles wat te maken heeft met de geschiedenis van Vollenhoven. En enerzijds wilde ik ook graag weten hoe het hier vroeger met de bakkers was gesteld. En aan de andere kant ontdekte ik dus het enthousiasme van de mensen die ook van die recente bakkers veel wilden weten. En ik werd aangespoord om er dan toch maar eens een boekje van te gaan maken.